En die zei, wij maken van dit hele kleine voetbalveldje maar eens een echt vliegveld. We staan hier bij de vliegbasis van Leeuwarden. Deze basis had in de Tweede Wereldoorlog een heel bijzondere rol. Wat was dat? Ja, het vliegveld van Leeuwarden hier was belangrijk voor de Nederlandse luchtvaart en voor de Duitse luchtvaart. Voor de Duitse Luftwaffe. Toen in 1938 dit vliegveld geopend werd, in gebruik genomen werd, toen was het ook groot feest in de stad. De scholen waren dicht, alle leerlingen mochten hier naartoe, duizenden mensen kwamen langs. Er was 3 dagen lang vliegfeesten met demonstratievliegtochten, parachutespringen. En het mooiste was, en daar werd heel veel gebruik van gemaakt, er waren rondvluchten. Rondvluchten met het paradepaardje van de KLM, de Fokker F-36. En er hebben 1400 mensen aan meegedaan. Die 1400 mensen die voor 4 gulden per stuk, per persoon, een rondvlucht maakten over Friesland. Toen werd het mei 1940, de Duitsers vielen ons land binnen. In de vroege ochtend van zaterdag 11 mei kwamen de eerste Duitsers in de stad aan. En die gingen meteen, maar dan ook direct hier op het vliegveld kijken. Zij hebben waarschijnlijk van tevoren alles rondgekeken hier voordat zij Nederland binnenvielen. Het vliegveld was belangrijk omdat het zo vlakbij de Noordzee lag. En eigenlijk helemaal op de aanvliegroute naar Bremen en Hamburg. En de Duitsers herkenden dat ook. Die zeiden van dit is een belangrijk vliegveld. En die zeiden, wij maken van dit hele kleine voetbalveldje maar eens een echt vliegveld. En daar zijn ze direct mee begonnen. Enkele dagen nadat de wapenstilstand was, werden de mensen opgeroepen, geronseld uit de provincie om hier aan de slag te gaan. Er werden landings- en startbanen aangelegd, er werden gebouwen neergezet. En heel apart, saillant detail is dat voor de fundering van die landings- en startbanen puin gebruikt werd van het bombardement in Rotterdam. En dat puin werd met een schip aangevoerd. En het is best mogelijk dat onder de huidige banen, want dat zijn nog steeds de Duitse banen, het puin nog ligt van Rotterdam. Ze bouwden hier van alles, allerlei opslagplaatsen en kantoren en hangars. Maar wat ze ook gebouwd hebben, vlak buiten het veld, was het Birmania-kamp. Daar verderop. Dit is dat Birmania-kamp. De Duitsers bouwden het eind 1940 voor militairen die niet direct op de basis konden wonen, maar wel heel dichtbij moesten zijn in geval van alarm. Dit complex is gebouwd in een stijl die wel vaker voorkomt in Noord-Duitse dorpjes. De Duitsers deden dat als een soort camouflage. Het moest lijken alsof het gewone burgerhuizen waren. Dus ze deden dat wel meer op het vliegveld. Zo zijn er hangars gecamoufleerd als Friese boerderijen. De eerste vliegtuigen die op het vliegveld kwamen, dat waren jachtvliegtuigen. En die hebben nog meegedaan aan de bekende slag om Engeland. Daarna werden er bommenwerpers gestationeerd en die hebben 's nachts nog bomvluchten uitgevoerd op Engeland. En begin 1941 kwamen hier de nachtjagers. En die hebben hier eigenlijk de rest van de oorlog hun basis gehad. Die hebben 3 jaar lang 's nachts de binnenvliegende Amerikaanse en Engelse bommenwerpers aangevallen en tientallen van die bommenwerpers neergeschoten. Het is daarom een beetje vreemd dat pas in 1944, in februari, het eerste grote bombardement op dit vliegveld werd uitgevoerd. Het vliegveld werd zwaar beschadigd, maar de Duitsers hebben het weer hersteld en de nachtjacht kon doorgaan. Pas in september 1944 was er weer een bombardement en dat was zo heftig en zo zwaar dat de Duitsers het vliegveld niet meer hebben hersteld. Begin april bliezen de Duitsers alles op wat hier aan materiaal en gebouwen en bunkers en hangars nog te vinden was. En ze lieten het vliegveld aan zijn lot over. De Leeuwarden burgers wisten er echter wel raad mee. Die kwamen massaal hier naartoe om te plunderen en mee te nemen wat ze van hun gading vonden. In het Verzetsmuseum zijn nog steeds hele stapels met serviezen van de Luftwaffe met zo'n adelaar met vleugels. Het vliegveld werd in 1945 weer in gebruik genomen,
Aanvankelijk als burgervliegveld met vluchten op Amsterdam van de KLM. Tot in 1947 werd besloten dat het een militair vliegveld werd. En vanaf dat moment werd het een belangrijke schakel in de NATO-verdediging van Europa. Het Birmania-kamp hier werd door de Koninklijke Luchtmacht in gebruik genomen als onderkomen voor de officiers. De officiersmes was hier gevestigd. En ook werden er piloten van geallieerden van NATO-landen ondergebracht die hier op visite waren. Dat eindigde in 1991 toen de luchtmacht het complex afstootte. Het is toen nog een tijdje asielzoekerscentrum geweest en tegenwoordig fungeert het als studentenhuisvesting.